Welke MV met talent begint zijn werkdag niet met een lekkere dosis cafeïne? Lopen wij eigenlijk collectief gedopeerd rond op het werk? Of is koffie geen drug meer? Vacature TV bezocht professor Del Beke in het dopinglab met de vraag... Is koffie de doping van de bedrijfswereld? Wel, je kunt bij koffie moeilijk over doping spreken, aangezien dat cafeïne, dus het voornaamste bestanddeel van cafeïne, dat cafeïne dus al een aantal jaren van de verboden dopinglijst afgevoerd is. Er waren namelijk problemen met cafeïne. Dat is een stimulans, een stimulerend middel. Maar wanneer dat je dat neemt in kleine hoeveelheden. Dus het heeft geen enkele zin van veel cafeïne te nemen of veel koffie te drinken als sporter, als atleet. Want dan heb je dus, wanneer je veel koffie gebruikt, dan heb je geen stimulerend effect meer, maar een tegenovergesteld effect. Toen cafeïne nog op de dopinglijst stond, was er een grenswaarde. Wanneer dat die grenswaarde dus in urine overschreden werd, dan werd je als atleet positief beschouwd. En die grenswaarde was 12 microgram per milliliter. Nu is het dus zo dat om een stimulerend effect te hebben, zoals ik reeds zei, mag je maar een heel klein beetje cafeïne gebruiken. En dan kom je dus in de urine tot een waarde van ongeveer 4 tot 5 microgram per milliliter. Ja? Maar dat is ook de waarde die men dus vindt bij normale koffiedrinkers. Zodanig dus dat de autoriteiten hadden dan een probleem, want dan zou men alle koffiedrinkers als dopingpositief moeten beschouwd hebben. En dat is een van de redenen waarom dat cafeïne van de lijst verdwenen is. Dus de onduidelijkheid over de grenswaarde en ook het feit dat door te veel cafeïne te nemen, dat je dan een tegenovergesteld effect hebt. Wel, wij weten inderdaad uit onderzoek dat we gedaan hebben bij een heleboel mensen die dus op het werk koffie van het huis gebruiken, dat koffie, goede koffie, tot gevolg heeft dat de mensen zich wat beter voelen in hun vel. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat in koffie cafeïne aanwezig is, maar ook met het feit dat rondom de koffiemachine er enige vorm van socializing plaatsvindt, dat de mensen toch op een wat relaxte manier met elkaar kunnen babbelen of eventueel zelfs kunnen conversaties opzetten over het werk en dergelijke meer. Ja. En all in all leidt het ertoe dat het de tevredenheid van de medewerkers op de werkvloer eigenlijk bewerkstelligt. En dat is toch wel het allerbelangrijkste, denk ik. Ik drink 3 koffietassen per dag. Eentje 's morgens bij het binnenkomen, voor de middag en na de middag nog een tasje koffie. En vooral voor de smaak van de koffie. Wel, koffie, indien in normale hoeveelheden tot zich genomen, tot 5-6 tassen per dag, heeft eigenlijk 3 grote effecten, fysiologisch op de mens, heeft te maken met het feit dat het aandachtsgebeuren toch wel wat gestimuleerd wordt. Dat de mensen zich ook wat happier gaan voelen, wat beter gaan voelen in hun vel. En dat ze ook eventueel dat vermoeidheidsgevoel wat wordt weggedreven door de inname van koffie. Maar ik drink toch wel zo'n tas of 7-8 per dag. Omdat ik dat wel nodig heb. Als je koffie, al te veel koffie, en dan spreken we 18, 20 tassen per dag, dan kunnen er gewenningsfenomenen optreden aan de cafeïne. En cafeïne kan dan ook bepaalde negatieve effecten hebben. Ik neem 4 koppen koffie per dag, niet meer, want anders heb ik last van hartkloppingen. Je moet rekenen dat traditioneel voor een goede tas koffie zou je eigenlijk een 5 gram koffie moeten gebruiken in de dripfilter. Wij weten echter uit onderzoek dat het merendeel van de Belgen slechts 3,5 gram gebruikt. Dus men drinkt relatief slappe koffie. Ik drink 1 tasje koffie per dag voor de smaak. En dat heeft geen effect op mij. Gemiddeld hebben we een penetratie van 95-98% van de Belg die koffie drinkt. En gemiddeld zit dat toch op een 4-5 consumpties per dag. U moet weten dat koffie na water eigenlijk de meest gedronken drank is in dit land. Ik drink alle dagen 3 tassen, maar ik mag niet te veel drinken, want anders word ik daar redelijk opgefokt van. Ik ben niet van mening dat dat doping is. Dat is wel misschien een stimulans, maar doping is iets totaal anders en zeer pejoratiefs.
En koffie heeft denk ik geen negatieve connotatie daaromtrent. Dus nee, toch niet.